Amtsgericht, mevrouw Talman, mevrouw Van Edveld, mevrouw Broers voor andere plichten, meneer Van Malderen en meneer Dassler voor dezelfde reden andere plichten. Waarde collega's, het wordt een bijna een traditie, elke plenaire vergadering met een minuut stilte te openen. Gisteren nacht was er een gewelddadig aanslag in Nice. 80 mensen, 80 doden en ook tientallen mensen zwaar gewonden. We zijn alle kwetsbaar. Et je voudrais aussi témoigner notre solidarité, celle de notre Sénat, à toutes les victimes de Nice, à toutes leurs familles. Et aussi, nous attendons avec inquiétude des nouvelles de nos compatriotes qui sont là-bas. Un jour de fête, un jour de 14 juillet, un jour de fête nationale. Nous ne savons pas quand ces temps atroces se termineront. Et je vous propose ensemble de nous recueillir et d'observer une minute de silence. Je vous remercie. De agenda zoals was gesteld door het bureau werd gestuurd, zijn er opmerkingen? Geen, pas de remarque, pas d'objection. Je vous remercie. Désolée. Op vrijdag 24 juni is minister van Staat en eer-gouverneur van de provincie Antwerpen, Andries Kinsberger, overleden. Met hem verliest de provincie Antwerpen een van zijn meest vooraanstaande verdedigers, een man die zich als gouverneur gedurende 26 jaar als geen ander heeft ingezet voor de economische expansie van zijn provincie. Hij was een wijs man en een noir stadsman die door zijn inzet in de Koning Boudewijn Stichting, in de Kankerliga en als oogleraar ons land talloze diensten heeft bewezen. Andries Kinsberger werd op 25 september 1926 geboren te Amsterdam. Het middelbaar onderwijs zal hij doorlopen in het Koninklijke Atheneum van Deurne. In 1951 studeert hij met de grootste onderscheiding af aan de Vrije Universiteit te Brussel als doctor in de rechten. Van september 1951 tot 17 januari 1967 is Andries Kinsberger advocaat bij de balie te Antwerpen. Hij bouwt een bloeiende praktijk uit en is voorzitter van de Vlaamse conferentie te Antwerpen. Naast deze advocatenpraktijk had Andries Kinsberger een academische loopbaan. Van 1959 tot 1967 was hij assistent aan de VUB voor de cursus personenrecht. In diezelfde periode was hij eveneens docent aan de Rijkshandelschool, het latere RUCA, waar hij van 1966 tot 1991 algemene beginselen van het recht doseerde.
Le 1er janvier 1967, Andries Kinsbergen fut nommé par le roi gouverneur de la province d'Anvers, fonction qu'il exercera, comme on l'a dit, durant 26 ans. Il est impossible d'énumérer toutes les réalisations d'Andries Kinsbergen au cours de toutes ces années. Je ne saurais toutefois passer sous silence certaines d'entre elles. Parce qu'il était touché de très près, personnellement aussi, par la problématique des handicapés, Andries Kinsbergen s'est toujours attaché à développer les possibilités d'accueil et un habitat adapté pour les personnes handicapées. Il a ainsi créé une ASBL provinciale d'aide qui s'occupe des handicapés mentaux graves. Andries Kinsbergen est aussi l'architecte de l'Université d'Anvers. Pendant toute la durée de son mandat, il s'est employé à améliorer la collaboration et le rapprochement entre les trois institutions universitaires anversoises. Le rôle actif qu'il jouera lors de la création en 1968 du Fonds des calamités de la province d'Anvers, après la fameuse tornade qui frappa surtout la commune d'Oostmalle, comme lors de l'élaboration de différents plans d'intervention en cas de calamité qu'il fut le premier à mettre en place en Belgique, témoigne de son souci de la sécurité et du bien-être des habitants de sa province. Comme gouverneur, il fut également responsable de nombreuses réalisations en rapport avec l'expansion économique de la province, notamment par le développement du port et des liaisons de celui-ci avec son hinterland. Je voudrais enfin mentionner encore les liens étroits qui se sont tissés au cours des années entre M. Kinsbergen et notre dynastie. Minister van Staat Kinsbergen was in 1975, 1976 voorzitter van het financiële comité dat de gelden verzamelde op de oprichting van de Koning Boudewijn Stichting mogelijk te maken. Gedurende 5 jaar, van 87 tot 92, was hij ook voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting. Ook was hij voorzitter van het coördinatiecomité voor de feestelijkheden ter gelegenheid van de viering in 1990 en 1991 van de 60e verjaardag en van de 40 jaar koningschap van koning Boudewijn. Alle mensen die Andries Kinsbergen gekend hebben, erkennen in hem de eerste advocaat van zijn provincie. Een rustig man met een indrukwekkende werkkracht en discipline, die zonder de stem te moeten verheffen, een natuurlijke zaak uitstraalde. Een man die zich zijn hele leven heeft ingezet voor zijn medeburgers. De Senaat betuigt zijn medeleven aan zijn familie en zijn dierbaren. Dank u wel. Dus. Ah, oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ik was een beetje. Ik zal het woord aan de regering geven. Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Ik wil ook in naam van de regering hulde brengen aan Andries Kinsbergen, Antwerps eregouverneur en ook minister van Staat. Andries Kinsbergen heeft inderdaad een belangrijke rol gespeeld in de economische en culturele ontwikkeling van zijn stad en van zijn provincie. Maar ook zijn engagement in de academische wereld is vandaag nog steeds voelbaar. Hij zorgde namelijk mee voor de uitbouw van de Antwerpse Eenheidsuniversiteit en zette ook de stad op wetenschappelijk vlak mee op de kaart. Daarnaast speelde hij ook een sleutelrol bij de Hoge Raad voor de Diamant, de haven en ook als voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting. Als gouverneur was hij bijna 27 jaar lang het boegbeeld van de provincie. En voor velen was hij ook een leermeester, dankzij zijn maatschappelijke inzet. Kinsbergen was een uitzonderlijke persoonlijkheid met een lange staat van dienst. Zijn politiek engagement begon vroeg, zoals zoveel jongeren, als student bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond, waar hij ook de bouwstenen kreeg voor zijn ideaal.
Kinsberge bleef immers trouw aan de idealen en stond altijd ten dienste van zijn studenten, zijn kiezers of zijn collega's. En het mag niet verwonderen dat Andries Kinsberge de eerste gouverneur was die tot minister van staat werd benoemd. Een erkenning die hij bijzonder koesterde. Donc au nom du gouvernement, je voudrais présenter nos plus sincères condoléances à la famille et à proche de Andries Kinsberge. Nous leur souhaitons beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Merci. Dank u, meneer de staatssecretaris. Dus, we gaan over tot de bespreking van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instelling voor de Duitsstalige gemeenschap, met het oog op het invoeren in het kader van de constitutieve autonomie van bijkomende overeenigbaarheden voor de leden van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap via een bijzondere meerderheid. La discussion générale est ouverte. De rapporteur is mevrouw De Bethune. Ze is niet daar, dus ze vraagt niet het woord. Dus we hebben enkele sprekers, eerst en vooral meneer Maou. Vous avez la parole. Notre groupe est favorable à cette proposition, à l'examen. Il s'agit de rectifier une anomalie, d'assurer la cohérence entre les dispositions applicables aux différentes entités fédérées. Le Parlement de la communauté germanophone, qui jouit d'autonomie constitutive depuis la sixième réforme de l'État, ne peut exercer celle-ci que par un décret adopté à la majorité spéciale, à l'instar des autres parlements des entités fédérées. Il était donc logique que cette majorité spéciale soit aussi d'application pour régler l'instauration d'incompatibilités supplémentaires en ce qui concerne le mandat de ses membres. Cette erreur est aujourd'hui sur le point d'être rectifiée. Je tiens encore à préciser que mon groupe a également soutenu en commission l'adoption des amendements Misen visant à étendre l'autonomie constitutive de manière à ce que le Parlement germanophone puisse décider de qui peut assister à ces séances avec voix consultative. Enfin, je souhaiterais remercier les services du Sénat qui ont attiré l'attention des sénateurs et sénatrices sur l'erreur légistique sur le point d'être corrigée par la proposition à l'examen, le Sénat remplaçant ici pleinement son rôle de gardien de la législation institutionnelle de notre pays. Je terminerai en faisant une brève parenthèse, mais qui est importante à mes yeux. J'ai eu récemment l'occasion d'intervenir en commission pour demander que les services rédigent, mais de manière automatique, des notes juridiques concernant les propositions de loi ou les projets de loi votés à la Chambre, et qui peuvent faire l'objet d'une évocation dans le cadre de nouveau de la sixième réforme de l'État, et donc dans le cadre des compétences, qui sont d'ailleurs des compétences restrictives du Sénat en matière d'évocation. On a évoqué au cours des débats la possibilité d'évoquer un texte qui concernait le Conseil d'État. Notre attention a été attirée de manière spécifique sur ce texte, par une note qui était une note des services. Et donc, je dis et je répète que peut-être bien finalement que cette note était nécessaire,
mais il me paraît indispensable, en tout cas, à peine d'imaginer qu'on ne crée des notes, quote non évidemment, qu'on ne crée des notes effectivement que parce qu'on souhaite que le texte soit évoqué, mais qu'on crée effectivement des notes juridiques par rapport à l'ensemble des textes qui peuvent faire l'objet d'une évocation par le Sénat. Je pense d'ailleurs, je l'avais demandé en commission, qu'on fasse l'inventaire depuis le début de la législature du nombre de textes finalement qui relèvent de cette possibilité d'évocation. J'espère finalement que cette liste nous sera fournie en manière telle qu'on puisse voir s'il s'agit vraiment, si cette demande entraîne véritablement un surcroît très important de travail. Et donc, notre groupe, Madame la Présidente, attend évidemment que à la fois ce nombre de textes évocables depuis le début de la législature et en même temps des notes par rapport aux textes évocables soient fournies en temps opportun, évidemment, c'est-à-dire après, avant la fin du délai d'évocation. En ce qui concerne le texte Monsieur Mahou, est-ce que je peux vous interrompre trois secondes, pour simplement, puisque vous m'interpellez, pour vous signaler que c'est exactement le travail que nos services font, avec beaucoup de zèle, que depuis le début de la législature, seuls 5 textes étaient potentiellement évocables et un seul susceptible de poser des difficultés techniques le cas échéant. Donc je tiens à vous rassurer, mais ainsi que les membres de notre Assemblée, les services sont très attentifs à scruter ce qui est potentiellement dans nos compétences d'évocation. Figurez-vous, Madame la Présidente, que je n'en doute pas un seul instant, mais que ce serait préférable que l'ensemble des membres du Sénat en soient directement informés, et pas simplement de manière spécifique par rapport à ce texte, qui d'ailleurs, je ne sais pour quelle raison, n'a pas été évoqué. Peut-être qu'il y a eu une décision quelque part, certainement au niveau de la majorité. Nous ne sommes incapables, évidemment, notre groupe, d'évoquer, mais peut-être qu'il y a eu une décision majoritaire qui a abouti au fait qu'on n'a pas évoqué ce texte, même si, en fait, des imperfections ont été signalées sur ce texte qui aurait pu être corrigé si le Sénat l'avait invoqué. Voilà, j'ai profité de cette occasion, puisque on intervient sur une proposition de loi qui fait partie des compétences du Sénat, et de nouveau pour souligner combien nous soutenons ce texte, y compris les amendements qu'a déposé M. Misen. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mahou. Merci. Folgende spreker, Meneer Peumans. Meneer Peumans. Ik zal graag aan u het woord geven. Mijn buurman, hè? Bonjour, madame la présidente, beste collega's. Ik ga het heel kort houden. De voorliggende wettekst had als voornaamste bedoeling om het wetgevingstechnische fout recht te zetten. Ik spreek voor zich dat onze fractie deze rechtzetting zonder meer zal steunen. In het trouwens uitgebreide verslag en de verdere bespreking van het wetsvoorstel werden nog amendementen ingediend om de constitutieve autonomie van de Duitsstalige gemeenschap uit te breiden, of beter gezegd om de constitutieve autonomie van de Duitsstalige gemeenschap, gezien de specificiteit voor wat betreft de samenstelling van het parlement, op een coherente wijze te regelen. Collega's, u bent er uiteraard van op de hoogte dat het parlement van de Duitsstalige gemeenschap bestaat uit 25 leden, aangevuld met een aantal leden die de vergadering kunnen bijwonen met een raadgevende stem. Het gaat om verkozenen die in het Duitse taalgebied wonen, maar die zitting hebben in andere parlementaire assemblées, namelijk het Waalse parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees parlement. En dat is natuurlijk geen parlementaire assemblée, namelijk ook de provincieraad van Luik. Deze samenstelling is specifiek voor het parlement van de Duitsstalige gemeenschap en bestaat niet voor de andere parlementen van dit land. Het is dan ook zonder meer logisch dat het parlement van de Duitsstalige gemeenschap de discretie zou moeten hebben om ook hier te kunnen legifereren. Dit wetsvoorstel zal ervoor zorgen dat het parlement van de Duitsstalige gemeenschap zijn constitutieve autonomie zal kunnen uitoefenen over zijn gehele samenstelling. Ik zou willen afsluiten door erop te wijzen dat, niettegenstaande het logische karakter van deze wetswijziging, het in ieder geval een zeer goede zaak is wanneer de constitutieve autonomie van de deelstaten wordt uitgebreid.
het beschikken over een volledige constitutieve autonomie, wat vooralsnog niet het geval is in onze staatsinrichting, is trouwens een klassiek kenmerk van een federale staat. U begrijpt dus dat onze fractie het voorliggend wetsvoorstel met heel veel plezier naar onze goede vriend Alexander Missen het uitdrukkelijk zal steunen. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Herr Missen. Herr Missen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Madame la Présidente, beste Kollegas, chers collègues. Der deutschsprachigen Gemeinschaft und der Brüsseler Region wurde bei der Staatsreform der Jahre 1992-93 das Selbstbestimmungsrecht der konstitutiven Autonomie verwehrt, obschon seinerzeit ein entsprechender einstimmiger Vorschlag des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft zur Diskussion stand. Dies hatte zur Folge, dass die deutschsprachige Gemeinschaft in ihrem Selbstbestimmungsrecht einerseits den beiden anderen Gemeinschaften gegenüber ungleich behandelt wurde und dass für die deutschsprachige Gemeinschaft andererseits Verbesserungen in Bezug auf die Zusammensetzung und die Arbeitsweise ihrer Organe nur über den Umweg über die föderale Ebene erreicht werden konnten. Da das politische Gewicht der deutschsprachigen Gemeinschaft in den föderalen Kammern aber deutlich kleiner ist als das ihrer beiden großen Schwestern, waren solcherlei Gesetzesänderungen nur sehr schwer zu erreichen. Die deutschsprachige Gemeinschaft war also doppelt benachteiligt. Das Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft verabschiedete im Laufe der Jahre gleich mehrere Resolutionen und Positionspapiere, in denen die Nichtzuerkennung der konstitutiven Autonomie als eine ungleiche, ungerechtfertigte und unlogische Gegebenheit im belgischen föderalen Gefüge bezeichnet wurde. Dass diese Autonomie nun der deutschsprachigen Gemeinschaft im Zuge der sechsten Staatsreform übertragen wurde, begrüßen wir Deutschsprachigen deshalb natürlich ausdrücklich. Übrigens gibt es neben den genannten Argumenten in der deutschsprachigen Gemeinschaft auch einen konkreten Bedarf zur Selbstregelung der eigenen Organe. Dies wird dadurch deutlich, dass das Parlament in Eupen vor wenigen Wochen die konstitutive Autonomie bereits angewandt hat. So ist es ab sofort zum Beispiel den Bürgermeistern unserer neuen Gemeinden nicht mehr erlaubt, gleichzeitig auch Mitglied des Parlaments zu sein. Hierzu haben wir mittels der konstitutiven Autonomie eine entsprechende Unvereinbarkeit eingeführt. Nun sind in den föderalen Gesetzestexten, die DG betreffen, zwei Aspekte aufgetaucht, die für Rechtsunsicherheit sorgen. Es klang bereits an. Der eine ist eher legistischer Art, der andere entsteht dadurch, dass das DG-Parlament die Spezifizität hat, sich neben den effektiven Mitgliedern auch aus beratenden Mandataren zusammenzusetzen. Der föderale Gesetzgeber hat hierzu nicht ausdrücklich vorgesehen, dass die konstitutive Autonomie auch auf diese beratenden Mandatare anwendbar ist. Zwar könnte man schon jetzt der Auffassung sein, dass es in der Logik der konstitutiven Autonomie liegt, dass diese auch auf die beratenden Mandatare anwendbar ist, doch sorgen wir mit dem vorliegenden Gesetzesvorschlag dafür, dass es auch in diesem Punkt absolute Rechtssicherheit für die Deutschsprachigen gibt. Es handelt sich bei dieser Initiative also um eine Präzisierung in Bezug auf die letzte Staatsreform. Diese Initiative ist ausdrücklich vom Parlament in Eupen gewünscht, weshalb ich sie in meiner Funktion als Senator eingebracht habe. Der Senat ist die einzige parlamentarische Versammlung Belgiens, in der die deutschsprachige Gemeinschaft eine garantierte Vertretung hat. Das ist für uns Deutschsprachige also von größter Bedeutung. Ich bedanke mich bei all jenen, die zu dieser Gesetzesinitiative beigetragen haben und sie unterstützen. Madame la Présidente, chers collègues, cette séance est très probablement la dernière séance plénière du Sénat à laquelle je participe en tant que sénateur de la communauté germanophone. En tout cas pour la législature en cours. En effet, il est prévu que je reprendrai la présidence du Parlement de ma communauté en septembre, donc avant le début de la prochaine session parlementaire du Sénat. Mon collègue germanophone, M. Karl-Heinz Lambertz, aura alors le grand plaisir de siéger parmi vous et de représenter les intérêts des germanophones au niveau fédéral. Als u mij dat toestaat, mevrouw de voorzitter, profiteer ik dus van dit ogenblik om mij bij uzelf, bij de collega's senatoren, bij de diensten van de Senaat en bij alle medewerkers te bedanken
voor die fantastische steun die ik voor mijn verschillende initiatieven ontvangen heb. Die 2 jaren die ik lid van deze Senaat was, zullen mij in beste herinnering blijven. Deze jaren waren ook een prachtige gelegenheid om volksvertegenwoordigers uit andere deelstaten te leren kennen. Ik hoop dat wij ook in toekomst nog vaak ontmoeten. Ik dank u wel. Je remercie beaucoup. Ich muss an Herr Miesen beglückwünschen. Es ist natürlich Ihre letzte plenare Sitzung. Ich wünsche ihm großen Erfolg in seine zukünftige Karriere. Und wir hatten viel Vergnügen, mit Ihnen, mit ihm zu arbeiten. Dankeschön, Herr Miesen. De heer Anciot. Dank u, voorzitter. Collega's, ik ga het bijzonder kort houden, maar ik wou toch de nadruk op vestigen dat de Senaat een onvoorstelbaar belangrijk moment meemaakt. Met name, we gaan voor de eerste keer over een wetsvoorstel stemmen in deze Senaat. En dat is toch wel de moeite om dat even te benadrukken. En trouwens, straks gaan we ook nog stemmen over een bijzondere wet. Ook een zeer belangrijk opdracht voor de Senaat. Collega's, ik richt me tot enkele van de collega's die dachten dat dit wetsvoorstel ging over de uitbreiding van de constitutieve autonomie. Dat is niet zo. Wij willen voorkomen dat met dit wetsvoorstel, dat voor een groot stuk te danken is aan de diensten, zoals al door collega Mahou is gezegd, we willen voorkomen dat een onwettelijkheid die in de wet was geslopen, aanleiding zou geven tot vernietiging van bepaalde beslissingen van het parlement van de Duitse gemeenschap. Het is zo dat de constitutieve autonomie een bevoegdheid, een mogelijkheid is die door de zesde staatshervorming is gegeven aan alle parlementen, dat die wel met een bijzondere meerderheid dient goedgekeurd te worden indien men wijzigingen wil aanbrengen aan bepaalde regels van het parlement binnen het kader van die constitutieve autonomie. Heel in het bijzonder gaat het over bijkomende onverenigbaarheden die men kan opleggen. En wat ons betreft ook moet opleggen om bijvoorbeeld cumul en dergelijke meer te bestrijden. Wat ook het parlement van de Duitse gemeenschap wenst te doen. In de wet op dit ogenblik is dat de enige uitzondering waarin staat dat voor het opleggen van bijkomende onverenigbaarheden er maar een gewone meerderheid van stemmen noodzakelijk is. Daar waar voor alle andere aspecten van constitutieve autonomie een 2/3 meerderheid noodzakelijk is. Dit wordt door heel wat constitutionalisten en door rechtsgeleerden beschouwd als een fout in de wetgeving. Vandaar dat we dat hebben willen rechtzetten, omdat het anders zou kunnen aanleiding geven tot vernietiging. Dat is een technisch aspect, maar het is in ieder geval een belangrijk aspect om te voorkomen dat er zich problemen voordoen. Mevrouw de voorzitter, ik ben wel verheugd dat kamerbreed iedereen heeft geoordeeld dat dit een belangrijk voorstel is dat door iedereen gesteund wordt, waarvoor ik alle collega's dank, maar vanzelfsprekend ook de diensten dank die ook op dit punt voortreffelijk werk hebben verricht. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om nog 2 zaken te zeggen. 1. Ik sluit mij aan bij collega Mahou. Dat het onder meer een interessante aangelegenheid is om vanuit de diensten initiatieven te nemen om de wetgeving binnen onze bevoegdheden te verbeteren waar mogelijk. Dat is 1. En 2. Ik wil collega Miesen niet alleen danken voor de 2 jaar aangename samenwerking, maar ik wil hem nu al op voorhand geluk wensen met zijn benoeming tot voorzitter van het parlement van de Duitse gemeenschap. Dank u wel. M.
Meneer de Gucht. Goedemorgen, beste collega's. De zesde staatshervorming heeft het principe van de constitutieve autonomie uitgebreid tot de Duitsstalige gemeenschap. Na uitvoerig onderzoek en het inwinnen van adviezen valt voorliggend wetsvoorstel onder deze constitutieve autonomie. Het goedgekeurde amendement van de heer Miesen beoogt de constitutieve autonomie van de Duitsstalige gemeenschap uit te breiden tot artikel 8, lid 4 van de wet van 31 december 1983 in verband met de personen die van rechtswege en met raadgevende stem de vergaderingen van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap bijwonen. Het betrekken van verkozenen uit een andere parlementaire vergadering bij de eigen werkzaamheden maakt deel uit van de werking van een parlement en behoorde ook tot de constitutieve autonomie van het Vlaams parlement en het parlement van de Franse gemeenschap en het Waals parlement. De constitutieve autonomie van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap kan dus worden uitgebreid tot een bepaling die betrekking heeft op de personen die met raadgevende stem deelnemen aan de werkzaamheden van het parlement. Het parlement van de Duitsstalige gemeenschap maakt in zijn reglement het onderscheid tussen de verkozen leden, parlementsmitglieden, enerzijds en de leden met raadgevende stem, beratende mandataren. Anderzijds, het reglement van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap bepaalt dat de leden met raadgevende stem het recht hebben zich bij een fractie aan te sluiten, met raadgevende stem deel te nemen aan commissievergadering en in de plenaire vergadering het woord te nemen. In tegenstelling tot de 25 verkozen leden van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap hebben de leden met raadgevende stem geen initiatief- en controlerecht en geen stemrecht. Ze leggen evenmin de grondwettelijke eed af bij ambtsaanvaarding en hebben geen recht op de parlementaire vergoeding van de verkozen leden. De leden met raadgevende stem maken dus deel uit van de werking van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap, maar kunnen echter niet als volwaardige leden van dit parlement worden beschouwd. Gezien dit wetsvoorstel strikt valt binnen de constitutieve autonomie van de desbetreffende assemblée en deze laatst een gemotiveerd positief advies heeft overgemaakt en gezien het voorstel er mede kwam door toedoen van nota van de dienst wetsevaluatie, zal onze fractie voorliggend wetsvoorstel goedkeuren. Ik wens langs deze weg tevens collega Alexander Miesen te bedanken voor zijn bijzondere inzet als senator en hem bij deze veel succes te wensen als nieuwe parlementsvoorzitter van het parlement van de Duitsstalige gemeenschap. De bijzondere wetgeving voor de Duitsstalige, de wetgever, heeft er in het verleden voor gezorgd dat deelstaten inderdaad een beperkt aantal aspecten van hun eigen werking zelf kunnen regelen, wat we constitutieve autonomie zijn gaan noemen. Nu, die constitutieve autonomie werd door de Belgische wetgeving echter zwaar vergrendeld. Enerzijds door ze beperkt te houden tot een aantal kleine brokjes in plaats van ze te veralgemenen tot alle aspecten die betrekking hebben op hun eigen werking. En anderzijds om ervoor te zorgen dat op de deelstaat hun eigen werkingsregels, dat ze die slechts kunnen wijzigen met een tweederde meerderheid. Als ik dat vergelijk met wat er hier op federaal niveau mogelijk is, dan springen de verschillen opmerkelijk in het oog. Op federaal niveau kan de wetgever alles van zijn eigen werking wijzigen. En hij kan het weliswaar niet altijd, maar een deel van de federale werkingsregels zijn immers in de grondwet vervat, maar soms kan men regelmatig bij gewone meerderheid wijzigingen aanbrengen, onder meer wat het overgrote deel van de onverenigbaarheden betreft. Nu, de huidige regeling van de constitutieve autonomie getuigt zowel van een grote stiefmoederlijkheid volgens mij, als van een heel groot wantrouwen van de wetgeving ten aanzien van deelstaten op dat vlak, een situatie waar ik als lid van een onafhankelijkheidspartij uiteraard principieel tegen ben. Door een onoplettendheid tijdens de zesde staatshervorming doet zich nu het geval voor dat de Duitsstalige gemeenschap in het kader van die kleine paar brokjes constitutieve autonomie die ze van de wetgever heeft gekregen, de bijkomende onverenigbaarheden bij gewone meerderheid zou kunnen invoeren. En dat is dus wat ik eigenlijk zou noemen een zeer normale en wenselijke situatie. Met het huidige wetsvoorstel wil men dat nu juist wijzigen om voortaan te bepalen dat ook met een bijzondere meerderheid moet gebeuren. Nu, als een partij de voorstander is van een groot mogelijk zelfbeschikkingsrecht voor de deelstaten, ben ik dus eigenlijk principieel gekant tegen dit voorstel en zou ik het in principe
moeten tegenstemmen. Maar ik ga niet tegenstemmen, want ik heb ook praktisch oog. Mag ik even mijn redenering afmaken? Dan zal ik u direct beantwoorden. Ik ga daar niet tegenstemmen. Ik ben er principieel tegen gekant, maar ik ga niet tegenstemmen, omdat ik ook oog heb voor de praktische gevolgen voor de Duitsstalige gemeenschap. Want als ze de situatie zouden behouden, zoals ze nu is, wat ik wenselijk zou vinden, dan zou dat een aantal problemen geven, omdat het in strijd is met de grondwet. En zou dus die situatie tot gevolg hebben dat als Duitsstaligen dit aspect van hun constitutieve autonomie zouden gebruiken, ze dat eigenlijk niet zouden kunnen. Of althans, indien ze het zouden doen, dan zou het vernietigd worden door het grondwettelijk hof. En dat is vanzelfsprekend ook absoluut de bedoeling niet. We willen dat de Duitsstaligen niet onthouden dat ze de mogelijkheid zouden hebben om op dat vlak regelgevend op te treden. En dus om pragmatische redenen, omdat men nu eenmaal geen gebruik kan maken van hetgeen men eigenlijk zou moeten kunnen gebruiken, ja, is deze wetgeving die hier vandaag voor ligt. En dus dan zal ik mij ook onthouden op dit voorstel, omdat het eigenlijk, ben ik tegen die systematische vergrendeling met een tweederde meerderheid van die constitutieve autonomie van de Duitsstaligen, maar anderzijds moeten zij natuurlijk regelgeving kunnen wijzigen. En dat is waarschijnlijk ook het antwoord op uw vraag. Dat klopt. Ik wou inderdaad erop de nadruk leggen dat als je een redenering hebt waarin dat je zegt dat de constitutieve autonomie te veel beknot wordt door het opleggen van de tweederde meerderheid. Een redenering die ik trouwens kan volgen. Hè. Ik vind het ook niet correct dat er een andere regeling is voor de deelparlementen op het gebied van hun eigen werking en de regelen van hun eigen werking ten opzichte van bijvoorbeeld de Kamer. Ja. Daar hebt u gelijk in. Maar inderdaad, dit voorstel kan de grondwet op dit ogenblik niet wijzigen. Daarvoor moet er eerst een procedure tot wijziging van de grondwet ingesteld worden. Dat is misschien voor de volgende legislatuur, maar vandaag kunnen we wel voorkomen dat als men een wijziging aanbrengt in het kader van de constitutieve autonomie, dat dat niet vernietigd wordt door het grondwettelijk hof. En dat is de enige reden waarom dat we dit vandaag hebben hier ter stemming voorleggen. Maar ten gronde ben ik het voor één keer eens dat inderdaad over de constitutieve autonomie mijn vraag kan stellen waarom dat die beknot wordt. Ja, het is uitzonderlijk dat wij het eens zijn. En het is ook om die redenen dat wij verschillende soorten partijen zijn. Ik zit in de oppositie en nogal een hele rabiate oppositie. Vandaar ook dat ik mij niet zal meelaten voeren door de meerderheid, maar dit voorstel dus een onthouding zal stemmen in vergelijking tot u die andere beslissingen neemt. Oké, zijn er andere sprekers? Nee? Niemand anders? Dus is de algemene bespreking gesloten. En we gaan nu over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1. Nee, geen opmerkingen. Aangenomen. Artikel 2. Aangenomen. En we zullen artikel 3. Aangenomen. Et donc nous procéderons plus tard sur je fais un mélange des deux. Hein. Nous procéderons plus tard au vote sur l'ensemble. Voilà. Alors nous allons donc continuer. Vous voyez, je continue en français sur la proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. En vue d'autoriser la Cour à maintenir dans un arrêt rendu sur question préjudicielle de gefolgend handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling. Le rapporteur, c'est M. Mahou, et vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on a dans la discussion ? Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Cette proposition loi déposée par la présidente du Sénat, c'est vous qui l'avez déposée, Madame de Fraigne, Madame la Présidente, avec d'autres membres, vise à modifier la loi spéciale du 6 janvier 89 de manière à donner la possibilité à la Cour constitutionnelle de maintenir les effets d'une disposition déclarée inconstitutionnelle à la suite d'un arrêt préjudiciel. À l'heure actuelle, une distinction importante entre un arrêt préjudiciel et un arrêt en annulation réside dans la possibilité pour la Cour constitutionnelle de déterminer l'effet dans le temps d'un arrêt en annulation.
Si la Cour peut indiquer par voie de disposition générale ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine, la Cour s'est vue attribuer cette compétence afin de pouvoir faire face aux conséquences préjudicielles de l'effet rétroactif d'une annulation et utilise cette compétence afin de garantir la continuité de la politique et la sécurité juridique ou afin de laisser au législateur le temps d'élaborer une nouvelle réglementation. Par contre, dans le contentieux préjudiciel, la Cour ne dispose pas de la possibilité de moduler dans le temps les effets d'une inconstitutionnalité constatée. Force, cependant, est de constater, que dans la pratique, la Cour a, à plusieurs reprises, maintenu les effets d'une disposition inconstitutionnelle dans plusieurs arrêts préjudiciels. Il s'agit donc d'inscrire dans la loi une pratique prétorienne. Les membres de la Commission ont souhaité entendre la Cour constitutionnelle ainsi que des constitutionnalistes, messieurs Spreutels et de Groot, présidents francophones et néerlandophones de la Cour constitutionnelle, ont été ainsi entendus lors de la réunion du 3 juin dernier, ainsi que messieurs Allen de la KUL et Berendt de l'Université de Liège. Après avoir rappelé les différents modes de saisine de la Cour, ainsi que les effets des arrêts rendus par cette dernière, les présidents sont ainsi revenus à travers plusieurs arrêts sur la jurisprudence de la Cour de ces dernières années. Ils se sont arrêtés sur les raisons ayant conduit la Cour à maintenir les effets des dispositions qu'elles avaient pourtant censurées. La Cour a ainsi chaque fois recherché un juste équilibre entre l'intérêt de remédier à toute situation contraire à la Constitution et le souci de ne plus permettre, après un certain temps, des situations existantes et de ne pas compromettre des attentes qui ont été créées. Les présidents, tout en accueillant très favorablement l'initiative du législateur, donc la vôtre, Madame la Présidente, ont cependant émis certaines remarques quant à l'article 2 de la proposition. Dans sa rédaction première, cette disposition proposée risquait en effet de poser des difficultés d'application, car pouvant être interprétée comme restreignant le pouvoir d'appréciation de la Cour. Ces derniers ont dès lors proposé de ne pas modifier l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et, dans un souci de cohérence, d'aligner la formulation de l'article 3 du texte proposé sur celle de l'article 8 de la loi spéciale. Le professeur Allen s'est réjoui de cette initiative émanant du Sénat et a procédé à un état des lieux du maintien des effets d'une disposition tant dans le contentieux de l'annulation que dans le contentieux préjudiciel. Il a également passé en revue la situation des parties requérantes et des parties au litige devant le juge ACO, pour enfin conclure qu'à l'instar de la Cour, il était préférable de maintenir tel quel le texte de l'article 8 de la loi spéciale et de calquer l'article 28 sur ce dernier. Quant à la problématique des éventuelles exceptions au maintien des effets, il était préférable pour lui qu'elles soient réglées de manière prétorienne. Le professeur Berendt s'est également rallié aux positions exprimées et a rappelé que la proposition de loi spéciale concrétisait une réflexion doctrinale qui existe depuis 1988 et qui trouve appui auprès de nombreux auteurs, dont lui-même. Il a ensuite passé en revue les raisons selon lui, justifiant la possibilité du maintien des dispositions, des effets d'une disposition inconstitutionnelle dans le cadre préjudiciel. Il s'agit de l'intervention possible de tiers à la cause dans le contentieux préjudiciel, l'incertitude liée à l'applicabilité dans le temps des dispositions jugées inconstitutionnelles, les principes d'insécurité juridique
et de confiance légitime telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme, de même que la possibilité d'engager la responsabilité de l'État belge en raison de l'application d'une loi jugée inconstitutionnelle, et enfin le fait que le mécanisme de réouverture du délai de 6 mois pour intenter un recours en annulation ne fonctionne pas. À la suite de ces auditions, des échanges de vues ont eu lieu et un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'amender le texte de la proposition de loi spéciale. 2 amendements, entre parenthèses, que j'ai moi-même consignés, mon intervention comme représentant de mon groupe politique, ont été déposés par l'ensemble des partis présents en commission. Ces amendements tiennent compte des remarques émises par la Cour et par les constitutionnalistes et ont été votés à l'unanimité. Le premier vise à supprimer l'article 2 de la proposition qui entendait modifier l'article 8 de la loi spéciale. Le second modifie l'article 3 de la proposition de manière à calquer la formulation reprise à l'article 8 de la loi spéciale dans l'article 28 de cette même loi. La proposition de loi spéciale a été adoptée en commission à l'unanimité des 12 membres présents et mon groupe se rallie effectivement à cette unanimité. Je vous remercie. Ik heb u in de lijst van de spreker, mevrouw de Ridder, nee? Ik ga er kort van op de banken doen, mevrouw de voorzitter. Gezien de technische aard en ook de uitvoerige inhoudelijke toelichting die al is gegeven, ook trouwens in de commissie. Het gaat kort samengevat dus over een praktijk van het grondwettelijk hof die een wettelijke basis wordt gegeven. En het komt natuurlijk toe aan de rechtspraak om leemtes in de wet op te vullen door de wet te interpreteren. Belangrijk om rechtsonzekerheid te voorkomen. Maar nog belangrijker is evenwel dat de wetgevende macht zijn rol opneemt en ervoor zorgt dat zulke leemtes niet bestaan. Men creëert pas echte rechtszekerheid door duidelijke, leesbare en coherente wetgeving tot stand te brengen. En zonder een helder wetgevend karakter of kader, beter gezegd, kunnen rechtszoekenden uiteraard niet op exacte wijze voorspellen hoe hun situatie zal uitdraaien. Dus het is in deze optiek dat onze fractie uiteraard dit voorstel met volle overgave zal steunen. Dank u wel, mevrouw de Bethune. Dank u, voorzitter. Collega's, eerst zal ik ook namens mijn fractie het belang van de 2 punten die vandaag op de agenda van deze plenaire zitting staan even willen benadrukken. Want in beide gevallen gaat het eigenlijk over het rechtzetten van lacunes in onze institutionele wetgeving, bijzondere wetgeving. En ook dat is eigenlijk de kern van de bevoegdheden van deze Senaat na de 6e staatshervorming. Het voorstel dat daar straks is behandeld over de constitutieve autonomie, daar gaat het eigenlijk over het rechtzetten van een materiële fout, van een vergetenheid. De collega's hebben het benadrukt. En ook namens mijn fractie wil ik hier onze dank zeggen en onze waardering voor de diensten van de Senaat die deze fout op het spoor zijn gekomen en die daarmee ook recht doen aan hun reputatie van een zeer degelijke juridische kennis, maar vooral juridische institutionele kennis. Dus uiteraard zullen wij die wetsaanpassing stemmen en ik neem aan dat die ook hopelijk unaniem zal gestemd worden, dat die lacune zal kunnen worden rechtgezet. Maar dan kom ik terug op het punt dat nu behandeld wordt. Het onderhavig voorstel met betrekking tot de bevoegdheden van het grondwettelijk hof betreft de rechtzetting van een lacune te gronden in de bijzondere wet. Zoals de rapporteur, meneer Mahou, daar straks heeft benadrukt, of in een notendop, zullen wij nu met deze tekst een wettelijke basis geven aan de mogelijkheid tot handhaven van de gevolgen van een bepaling die ongrondwettelijk is bevonden, maar in gevolge een prejudiciële vraag.
Iets wat het Hof eigenlijk reeds jarenlang doet, waar een praktijk zich rond ontwikkeld heeft, maar waar een wettelijke grond voor ontbreekt. Het belang van de tekst die we nu gaan stemmen en die wij ondersteunen vanuit de CD&V-fractie, kan natuurlijk niet onderschat worden, want het gaat over rechtszekerheid geven en over een praktijk die toch heel belangwekkend is en over verstrekkende gevolgen kan hebben, aangezien het gaat over de gevolgen van bepalingen die ongrondwettelijk zijn bevonden. Voorzitter, ik wil u zelf danken voor het initiatief dat u genomen heeft om deze tekst te schrijven en ons voor te leggen. We hebben die tekst ook met overtuiging gesteund. Ik vind het ook belangrijk dat wij dit besproken hebben in commissie in overleg met de betrokken actoren, met de voorzitters van het Grondwettelijk Hof, maar ook met de vooraanstaande professoren, in het bijzonder ook professor Alen, die daar met een dubbele pet in zekere zin kon zitten. En dat wij ook gebaseerd op hun expertise en hun advies een aantal amendementen hebben kunnen aannemen die de tekst zeker te goede komen en de juiste accenten eigenlijk hebben kunnen leggen. Ik denk dat het streven naar die rechtszekerheid rond institutionele wetgeving, dat echt tot de kern behoort van onze taak hier in dit huis vandaag. Ook op termijn, want die praktijk van het Grondwettelijk Hof bestond al, maar door die nu wettelijk te onderbouwen, kijken we vooruit en geven we stabiliteit aan die wetgeving voor de toekomst. En om te concluderen, voorzitter, ik denk dat het belangrijk is dat wij vanuit onze commissie Institutionele Zaken, vanuit de Senaat, op regelmatige basis periodiek zouden nadenken over die institutionele wetgeving en eventuele lacunes daar rond zouden kunnen aanpakken. Dank u wel voor uw aandacht en wij zijn alvast zeer tevreden over het geleverde werk. Dank u wel, mevrouw de Betune. Meneer De Gucht. Gezien collega Taalman verhinderd is, zal ik namens onze fractie dit voorstel overlopen. De toetsing van wetgevende normen door het Grondwettelijk Hof gebeurt ofwel in gevolge een beroep tot vernietiging ofwel in het kader van een prejudiciële vraag. Vernietigingsarresten en prejudiciële beslissingen onderscheiden zich van elkaar onder meer op het gebied van de draagwijdte van de gevolgen en de werking in de tijd van de uitspraak van het Hof. Het Grondwettelijk Hof beschikt over een monopolie om wetskrachtige normen te toetsen aan de grondwetsbepalingen en de wetsbepalingen waarvoor het bevoegd is. Voorliggend voorstel van bijzondere wet betreft de gevolgen die voortvloeien uit een arrest naar aanleiding van een prejudiciële vraag. Voor de burger is voorliggende kwestie geenszins zonder belang. De gevolgen van een uitspraak van het Hof kunnen immers een rechtstreeks impact hebben op de rechtsonderhorige. De bedoeling van dit voorstel is om het Hof toe te laten de werking in de tijd te regelen van een arrest op prejudiciële vraag. In voorliggend voorstel van bijzondere wet werd naar aanleiding van de hoorzitting terecht een amendement ingediend dat artikel 2 van voorliggend voorstel opheft. Uit de hoorzitting bleek dat de wijziging van artikel 8 derde lid van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof niet alleen overbodig leek, maar zelfs inopportuun het kunnen zijn. Het spreekt dan ook voor zich dat deze bepaling werd geschrapt. Tijdens de hoorzitting hebben de voorzitters van het Grondwettelijk Hof eveneens voorgesteld dat men de nieuwe bepaling artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 zou aanvullen met een tweede lid waarin het meer zou thuishoren dan in artikel 26. Daarom werd een tweede amendement ingediend en goedgekeurd. Die nieuwe bepaling heeft immers betrekking op de gevolgen van de arresten gewezen op een prejudiciële vraag die zijn geregeld bij artikel 28 en niet op de voorwaarden die geregeld zijn bij 26 waaronder de vragen worden gesteld. Spreekt voor zich. Maar onze fractie wenst dit toch extra te onderstrepen, omdat er geen andere interpretatie zou worden gegeven aan de rechtsgevolgen van deze bijzondere wet, dat het Hof steeds de redenen aangeeft waarom het beslist om bepaalde gevolgen van de uitgesproken vernietiging of vaststelling van schending al dan niet op te schorten. Er rust dus vanzelfsprekend een motivatieplicht op hen. De wetgever sluit met deze tekst eigenlijk aan bij het standpunt van het Grondwettelijk Hof dat eerder oordeelde dat de mogelijkheid die de bijzondere wet biedt om de gevolgen van de bij een vernietigingsarrest afgekeurde bepaling te handhaven, ook geldt voor de arresten die op een prejudiciële vraag zijn gewezen. Ik dank u. Meneer Verheek,
Ja, u had het woord gevraagd, denk ik, ja. Ja, mevrouw de voorzitter, collega's. We hebben nu al een aantal sprekers gehad die ons duidelijk hebben gemaakt hoe belangrijk deze sessie van de Senaat is. Onze collega Miezen heeft erop gewezen dat de werking van de Senaat voor de allergrootste betekenis is voor de Duitsstalige gemeenschap, omdat ze daarmee hun vaste vertegenwoordiging op het federale niveau hebben. Collega Anstio heeft daar net erop gewezen dat dit de eerste wet is en de eerste bijzondere wet die wij gaan stemmen in de Senaat. En collega De Bethune heeft daar net erop gewezen dat het de rol is van de Senaat om inderdaad correcties toe te voegen op het vlak van het juridisch-institutionele luik. Maar voor mij is er eigenlijk nog een vierde element, en ik had gedacht dat een van de vorige sprekers dat wel ging aanhalen. Dat is zeker het eerste wetsvoorstel. Gaat wat mij betreft gaat natuurlijk over constitutieve autonomie, maar brengt, denk ik, wat mij betreft voor het eerst het communautaire debat terug in deze Senaat. En dat is ook waar het thuis hoort. Het is een debat tussen Duitsstaligen en Franstaligen en hoe ze met elkaar wensen om te gaan tussen die twee gemeenschappen. En ik denk, collega's, dat we nog meer van dergelijke initiatieven moeten nemen, communautaire initiatieven. Dat is uiteindelijk de constitutionele rol van deze Senaat. En ik denk daarbij aan de excellente voorstellen van de vicepremier, of voorzet van de vicepremier, laat ik het zo zeggen, die wij misschien wel eens hier van naderbij moeten kunnen bespreken in deze Senaat. Dus mijn voorstel is om ook een informatieverslag te wijden aan een verdere rationalisatie van onze staatsstructuur. Dank u wel. Voilà. Cher collègue, si... Ah. Ja, natuurlijk, mevrouw de voorzitter, dank u voor het woord te geven, want ik wil ook even de stemming die zo dadelijk zal plaatsnemen willen verklaren wat ik daarin stem. En dat zal een onthouding zijn, omdat ik weliswaar strikt rationeel beschouwd dit voorstel van bijzondere wet logisch lijkt. Het lijkt mij heel logisch, maar politiek gezien ben ik toch een beetje wantrouwig. Het grondwettelijk hof is strikt genomen geen juridisch gekleurde, strikt juridische instelling. En in de arresten, als je die doorneemt, dan kom ik daar wel dingen tegen waar ik dan toch van denk van tjentje, deze arresten zijn politiek ingekleurd en dan meestal pro-België. En dus een uitbreiding van de bevoegdheid van dit grondwettelijk hof zou het grondwettelijk hof meer instrumenten geven om het autonomiestreven van Vlaanderen aan banden te leggen. En zoals ze trouwens in het verleden al meermaals gedaan hebben. En ik kan dan ook, hoewel het logisch, strikt juridisch logisch klinkt, om dit goed te keuren, zal ik het niet doen, omdat ik politiek wantrouwig ben. Uit voorgaande arresten kan ik dit afleiden wat betreft de bevoegdheden van het grondwettelijk hof, die ik dus niet mee wil uitbreiden. Meneer Anstio. Ja, voorzitter. Nog een heel korte toelichting van op mijn bank. Onze fractie gaat vanzelfsprekend dit voorstel van bijzonder wet mee goedkeuren. Nu moet ik wel zeggen dat ik in het begin toch wel wantrouwig was over het ingediende voorstel en over de argumentatie vanuit de leden van het grondwettelijk hof zelf. Ik heb soms nogal wat angst dat een grondwettelijk hof of welke rechtbank dan ook zich soms boven de wetgever kan plaatsen. Nu, dat is natuurlijk een delicate aangelegenheid als het gaat over het grondwettelijk hof, dat in C net die wetgever moet gaan beoordelen. Dat is dus iets waar we zeer voorzichtig mee moeten omspringen. Het is niet vanzelfsprekend dat het grondwettelijk hof alle mogelijkheden krijgt om de wetgever aan banden te leggen. Oké, nu moet ik zeggen dat in een kritische bespreking in de commissie wij dat ook wel hebben voorgelegd aan de leden van het grondwettelijk hof en zeker aan professor Allen, die daar ook heel uitdrukkelijk en heel frank en vrij zijn gedachten heeft overgegeven. Het siert hem dat hij zijn vrijheid van spreken op geen enkele wijze is verloren. Dat is dus een goede zaak. Ik denk dat inderdaad in dit geval er aan een perfecte argumentatie was om de bevoegdheid van het grondwettelijk hof eigenlijk te verruimen. Niet zoals we oorspronkelijk in het voorstel konden lezen, omdat dat iets te ver ging, denk ik. Maar na de amendering was er een grote eensgezindheid. Nu over nog één puntje.
De argumentatie waarom dat dit door de bijzondere wetgever in het verleden anders is beoordeeld geweest als het gaat over een prejudiciële vraag dan wel over een discussie te gronden, heeft alles te maken met het feit dat bij een prejudiciële vraag niet iedereen betrokken is natuurlijk in de zaak. In een discussie te gronden heeft iedereen het recht om zich te betrekken bij de zaak en zijn belangen te verdedigen. Bij een prejudiciële vraag had je dat niet. Vandaar dat het dus, als je te veel macht geeft aan het grondwettelijk hof in het kader van de procedure van een prejudiciële vraag, het wel eens kon zijn dat de rechten van verdediging eigenlijk geschonden werden. Wat in de praktijk vandaag niet meer het geval is, omdat bij een prejudiciële vraag ook iedereen vandaag de mogelijkheid krijgt om tussen beiden te komen in het geschil. Wat dus het probleem van de mogelijke beoordeling boven de hoofden van betrokkenen en boven de hoofden van belanghebbenden wegneemt. Vandaar dat er geen argumentatie vandaag meer is om een verschillende behandeling te voorzien. En vandaar ook dat onze fractie, ook al waren we een beetje wantrouwig, toch met overtuiging mee die bijzondere wet zal stemmen. Dank u. C'est plus correct de descendre de mon perchoir. Je remercie Monsieur Vanloo de me remplacer brièvement. Voilà, je voudrais remercier d'abord tous les collègues qui ont co-signé ce texte. Je pense que nous sommes effectivement en plein dans notre rôle. Et par cette proposition de loi, il fallait corriger ce qu'on peut appeler une inelegantia iuris, c'est-à-dire une distorsion entre la clarté qui était affichée et annoncée aux arrêts d'annulation qui ont une portée erga omnes et les arrêts sur questions préjudicielles de la Cour constitutionnelle qui ont fait couler beaucoup d'encre, à la fois de l'encre doctrinale, mais aussi de l'encre jurisprudentielle, parce qu'on a assisté, je n'oserais pas dire à une guérilla de nos juridictions, mais quand même à des tentatives d'influence entre les juridictions de fond et la Cour constitutionnelle pour essayer de voir qui pouvait régler les effets dans le temps et les effets tout court des arrêts portés sur questions préjudicielles. Alors il y a eu de la sagesse qui est intervenue, qui s'est emparée de nos magistrats, puisqu'il y a une sorte de trêve juridictionnelle qui est intervenue par plusieurs arrêts de la Cour de cassation qui se sont clarifiés. Mais je pense que par rapport à une pratique prétorienne, nous devons effectivement traduire cela dans une législation qui est claire, nette et précise. Et je remercie la Cour constitutionnelle et ses présidents de s'être déplacés. Je remercie aussi les professeurs d'université parce que nous avons pu, par rapport au texte initial, corriger évidemment le tir pour mieux approcher la cible et pour mieux donner une cohérence et une sécurité juridique. Donc je vous remercie vraiment pour cette excellente collaboration et ces liens que nous tissons et que nous établissons, parce que je ne doute pas que demain il y aura d'autres textes du même ordre qui seront soumis à notre travail, puisque notre objectif est évidemment d'améliorer la cohérence de notre système institutionnel et législatif. Langt er nog iemand het woord? Allee, weg, hè? Ah, voilà. Ah, mais je... En tout cas, je vois que monsieur... Ik zie dat meneer Vanloo plaisir in de Senaat heeft, hein? En dank u wel voor uw medewerking, meneer Vanloo. Voilà.
Sprak nog iemand het woord? Nee. De algemene bespreking is gesloten. En nous procédons maintenant à la discussion des articles. Voilà, article 1. Geen opmerkingen aangenomen. Article 2, pas d'observation adoptée. Et donc, nous procéderons au vote nominatif sur l'ensemble du texte. Alors, nous avons... Oui, oui mais alors, attendez. Nous avons encore la... Il y a des textes à prendre en considération. Non, il n'y a pas de texte. Alors, nous avions prévu des votes à 11h30, sauf erreur ou omission de ma part. Je suppose que nous aurons encore un article désagréable ou l'autre qui dira que le Sénat va trop vite dans ses travaux et que nous ne travaillons pas à un train de sénateurs. Oui, c'est ça. Il paraît qu'on va... Mais l'efficacité est un but en soi. Donc voilà, collègues, soit je sonne maintenant si tous les groupes sont présents, soit j'attends 11h30 pour respecter le timing et pour permettre à chacun d'être là. J'attends alors, 11h30. Ja, maar ik heb geen probleem, maar ik moet uw mening weten. Hein? Normaal moet ik een scorsing... Pssst! Moet ik een scorsing beslissen, maar ik zal uw mening... Voorzitter, wij zijn in aantal, hè? Attendez. Encore arrivé, mais on peut pas voter maintenant si on a annoncé les votes à 11h30. C'est assez voilà, logique. Écoutez, imaginez voilà. Voorzitter, oui, vous êtes en nombre. Wij luisteren graag naar uw wijs oordeel, maar meneer Mahou, wij zijn in aantal, hè? Dus als we in aantal kunnen zijn, wij als fractie u niet zal ik vast. Ja, maar meneer Mahou heeft gelijk, we moeten het reglement respecteren. En dus beslis ik een scorsing tot 11:30. Dank u wel. Madame la présidente, je ne veux pas tenir le crachoir. Vous savez que le crachoir a une nouvelle signification maintenant, hein, depuis un certain temps. Je vous invite à l'apéritif, s'il n'est pas trop tôt.
Oui. Tout le monde est là, pratiquement. Dus, eerste stemming, mais je dois d'abord vous préciser que il y a évidemment sur cette proposition de loi une modification de l'intitulé, parce que nous ne votons pas pour cette première proposition à la majorité spéciale. Donc, ça a été voté en commission. Et donc, nous allons voter sur le projet de loi modifiant la loi du 31 décembre 83 de réforme institutionnelle pour la communauté germanophone en vue de régler certains aspects liés à l'autonomie constitutive de la communauté germanophone. Je précise cela parce que, pour cette première proposition, nous n'avons pas besoin d'une majorité spéciale. C'est juste, monsieur Gravier. Pour de tweede. Ja. Dus, opening van de stemming. C'est quoi ces bruits? On se croirait à la roulette. Heeft iedereen gestemd? Einde van de stemming. Le projet est adopté. 48 voix pour in onthouding. En dus het Antwerpzaal aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden overgezonden onder het nieuwe opschrift. Et nous allons donc, comme je l'ai dit, le transmettre sous ce nouveau libellé. Et donc, à la suite de ce vote, la proposition de loi de M. Anciot et consorts devient sans objet. Ok. Tweede stemming. Voorstel van bijzonder wet tot wijziging van de bijzonder... Ja, meneer Dams. Mevrouw de voorzitter, collega's, gewoon een korte opmerking. Het is aangehaald daar straks dat dit een bijzondere stemming is en we gaan over een wetsvoorstel stemmen. Maar ik wilde toch iets verder preciseren wat mij persoonlijk betreft. Dat uiteindelijk we nu een stemming gaan hebben waarbij dat uitdrukkelijk regionaal verkozenen een federale bijzondere wet gaan wijzigen. En dat is toch wel uniek. Ik wil dat aangeven omdat voor zover mijn kennis strekt in de Europese Unie geen enkel parlement dit systeem kent waarbij regionaal verkozenen federale wetten kunnen wijzigen. Er zijn twee uitzonderingen, zou ik zeggen. In Duitsland heb je de Bundesraad. We hebben daar een discussie over gehad met de parlementsvoorzitter van het Vlaams parlement. In Oostenrijk is er een separaat parlement dat verkozen wordt uitdrukkelijk met betrekking tot het wijzigen van de grondwet. Ik vind dit bijzonder. Ik vind dit dat dit een bijzondere bevoegdheid geeft aan regionaal verkozen. Dat is mijn persoonlijke aanvoelen. Ik geef maar één voorbeeld. Stel dat wij als regionaal verkozenen de financieringswet zouden willen wijzigen, zouden wij dat kunnen. Dus wij zouden de federale financieringswet kunnen wijzigen, louter op basis van regionaal verkozen zijn. Ik vind dat een bijzonder item dat ik even in de aandacht wilde plaatsen. En ieder doet daarmee wat hij of zij wil natuurlijk. Maar ik vind dit toch wel een model dat mij aanspreekt, omdat ik uiteraard als regionaal verkozene bijzonder veel macht heb. Monsieur Mahoum. Mais Madame la Présidente, sans rien atténuer sur la remarque de Monsieur Dams, qui me paraît effectivement extrêmement importante, il faut quand même préciser évidemment que si les élus régionaux évidemment peuvent se prononcer sur une loi qui est une loi fédérale, c'est parce que ces élus régionaux sont sénateurs et sénatrices. Et c'est en qualité de sénateurs et sénatrices, évidemment, qu'ils émettent le vote
ce qui n'enlève rien du tout à leur qualité précisément des régions. Et donc je pense que la remarque de Monsieur Dams est particulièrement pertinente, mais pour éviter évidemment qu'il puisse y avoir dans le futur une interprétation qui déterminerait une intervention directe, sans passer par le Sénat, des pouvoirs régionaux par rapport aux lois fédérales, je voulais simplement apporter cette précision qui relève de l'évidence, évidemment. Meneer Dams. Die opmerking wil ik misschien het nog iets scherper stellen, want als regionaal verkozenen weten het via een bypass dat we federale bijzondere wetten kunnen wijzigen, wil ik u toch even aangeven dat het aan federaal verkozenen niet mogelijk is om regionale decreten te wijzigen. Wat toch weer eens aangeeft hoe sterk dat wij in onze schoenen staan. Oké. Dus kunnen we nu stemmen over voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het grondwettelijk hof ten einde het grondwettelijk hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te aanhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling. Opening van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Fin des votes. Einde van de stemmingen. Dus, het resultaat. De wetvoorstel is aangenomen. 47 voor, 1 onthouding. En dus, het quorum bepaald in het artikel 4, derde lid van de grondwet is bereikt. Het ontwerp van bijzondere wet heeft 2 derden. Eo. Heeft 2/3 van de uitgebrachte stemmen in de beide taalgroepen behaald. Het antwoord heeft de meerderheid van de uitgebrachte stemmen in elke taalgroep behaald. En dus het zal derhalve aan de Kamer worden overgezonden. Dank u wel, collega's. Et donc, l'ordre du jour de la présente séance est épuisé. De Sénat Katot. Nadere bijeenroeping uiteen. Et donc notre séance est levée. Voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Ik wens jullie allemaal goede vakantie, goede verlof en aangenaam dag. Chers collègues, le bureau, is op voorzien, maar we kunnen nu beginnen. Oké? Allez, binnenkort in het bureau. Donc on se retrouve salle Q.